Hoi, ik ben Nienke Weidema, kwaliteitsmanager verse groenten en fruit voor Albert Heijn. En ik wil wat vertellen over ons samenwerkingsproject over verduurzaming van groenten en fruitteelt. Albert Heijn is in 2016 gestart met een project samen met alle telers en leveranciers en natuur en milieu. Om te kijken hoe we de Nederlandse teelt van groenten en fruit verder kunnen verduurzamen. Hallo, ik ben Jelme Vierstra. Ik ben programmaleider verduurzaming voedselproductie bij Natuur en Milieu. Het is een maatschappelijke organisatie. Wij proberen overal in het land met bedrijven samen te kijken of we eten duurzamer kunnen produceren. In dit geval ben ik hier omdat wij een project doen samen met Albert Heijn. Waarin we gaan kijken of we het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij groente en fruit kunnen verduurzamen. Er zitten twee kanten aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Aan de ene kant zorgen ze ervoor dat een boer onkruid onder controle kan houden, dat een boer ziekte onder controle kan houden en dat er daarmee een gezonde grote oogst komt. Maar de andere kant van bestrijdingsmiddelen is ook dat ze giftig zijn en dat ze in het milieu een behoorlijke impact kunnen hebben op bodemleven, maar ook op bestuivende insecten. Het uiteindelijke doel is om eigenlijk die, als het kan, als het bewezen is dat je zonder bepaalde gewasbeschermingsmiddelen kan telen, om dan de inkoopeisen van Albert Heijn zodanig aan te passen dat vanaf een bepaald moment een product helemaal zonder die bestrijdingsmiddelen geteeld gaat worden. Wij zijn een project gestart samen met Bakker, Albert Heijn en Natuur en Milieu en een aantal telers dan, om de kritische middelen gaan uit te faseren, de 27 kritische middelen. Het bestrijdingsmiddel is gewoon een hot item. Hoe je het bent of keert, het zal moeten verminderen. En wij willen graag voorop lopen, dus wij steken daarop in. Maar het is niet altijd makkelijk, echt niet altijd makkelijk. En wij willen graag een betrouwbaar, goed product in het schap krijgen, waar de consument happy van wordt en waar wij happy van worden. En dat is ons doel. En als het dan nog smaakvol is, super. Wij zijn al jaren bezig met proeven op ons eigen bedrijf. En dat is meer omdat onze visie is om zo ver mogelijk door te gaan met het reduceren van gewasbeschermingsmiddelen, maar vooral ook met meststoffen. En vandaar dat ik het een heel goed initiatief vind om met Natuur en Milieu en onze afnemer er naar te kijken. En ik merk dat die er ook achter staat, is wel wat makkelijker. Ondanks dat we nu wat veel randzaken hebben, vind ik nog steeds het mooiste om 's morgens door de dauw door het gewas te lopen en te kijken welke vogeltjes of welke insecten er zitten en hoe dat we dat in evenwicht kunnen brengen. Mijn naam is Mark van Overbeek. Samen met mijn ouders telen we al zo'n 30 jaar voor Bakker Baanrecht Albert Heijn. We zitten eigenlijk in het fijne segment tomaat. We telen op dit moment 8 verschillende soorten tomaatjes. Momenteel zitten we in de kas waar we Rivelo telen. En dit is eigenlijk ons pilotbedrijf wat we gezamenlijk met Bakker Baanrecht Albert Heijn en Natuur en Milieu doen. Met dit pilotbedrijf hebben wij het ter beschikking gesteld om de huidige teelt nog meer te verduurzamen. Deze pilot loopt nu 2 jaar en in deze tuin maak ik gebruik van, zoals ik al zei, organische materialen. De planten hier groeien niet op steenwol, want steenwol is eigenlijk waar de meeste tuiners op telen. Maar hier tel ik op organisch substraat. Wij zien echt wel dat we een sterker gewas hebben ten opzichte van steenwol. Ik ben Chris Hoeks, werkzaam als telersbegeleider bij Bakker Baanrecht, de service provider voor groente en fruit voor Albert Heijn. We zijn vandaag te gast bij Johan Vermeulen, teler van broccoli, prei en ijsbergsla voor Albert Heijn. En we gaan vandaag kijken hoe hij samenwerkt met Natuur en Milieu om op zo'n duurzame mogelijk manier groente en fruit voor u te telen. Het perceel waar we nu in staan is 3 hectare groot. Vorig jaar hebben we deelgenomen aan het project voor de samenwerking Albert Heijn Natuur en Milieu. Vorig jaar hebben we meegedaan met een perceel broccoli en een perceel prei. Dit jaar doen we ook met beide projecten mee. Het is enorm interessant om te zien wat we toch bereiken met het project. En dan is het vooral via monitoring beslissen wat we aan gewasbescherming inzetten, aan bemesting. Veel data verzamelen, veel externe partijen die ons daarbij helpen door te monitoren, door voorlichting te geven. En dan blijkt op het eind van de rit vorig jaar ook dat we toch wel een aantal aardige resultaten boeken. Op ons bedrijf doen we al jaren mee in allerlei milieubesparende projecten. Maar 9 van de 10 keer zetten we zelf de pot in. Dus bij een eventuele misoogst of extra inzet van arbeid of middelen is het uit eigen zak.
En in dit project worden we toch langs alle kanten zo ook financieel ondersteund. Alles samenvattend staat hier voor je gewoon een trotse Albert Heijn-teler.